Tegelen maakt zich op voor de 19e editie van de Passiespelen 2010. De Passiespelen werden voor de eerste keer opgevoerd in 1931. De tekst werd geschreven door pastoor van Delft en in 1940 werd dit overgenomen door priesterdichter Sjaak Scheurs en de regie kwam in handen van André Thijssen. Tijdens de oorlogsjaren is het theater De Doolhof vernield door de Duitsers. Daarom was er in 1945 geen Passiespelen. In 1946 werd in een geheel gerestaureerde Doolhof voor het eerst na de oorlog weer gespeeld. Koningin Wilhelmina bezocht toen de Passiespelen Tegelen. De koningin met de koninklijke trein naar Tegelen kwam. En ik heb horen vertellen of het waar is, dat weet ik niet zeker. Iemand die daar in de buurt woonde, bij de stationstraat, bij het station. Dat koningin Wilhelmina daags van tevoren al in Tegelen arriveerde. En geslapen heeft op het station in Tegelen. Zodat ze op tijd in de Passiespelen kon zijn. Hé, hey, en Tofel, heb ik vandaag twee gasten zitten. Rechts van mij de heer Jan Opheij en links de heer Wim Siepgens. Allebei oud-passiespelers en passiespelers van het eerste uur. Jan. Mariet. Mocht ik eens even gaan vragen. Leuk dat ze bij ons in de studio was gekomen vanmiddag. Wanneer is toen de eerste keer meegespeeld met de Passiespelen in Tegelen? Dat is geweest in 1946 bij bezoek van koningin Wilhelmina. Ik was toen nog een tamelijk jong. Ik geloof dat ik 16, 17 jaar was. En dat was een lieve dat ze toen de koningin zoog. Inderdaad, een hele eer, hè? Ja, want we stingen er allemaal verwongen voor het kieken. Dus we hadden de koningin, die sting in het midden. En dan rondom het bestuur en de hoofdrolspelers. En wij als medewerkers zouden doen, stingen er allemaal achteraan. Dat was heel fijn, heel indrukwekkend. Daar hebben ze dus een rol is, of, ja, als figurant, dat ze nu zeggen, meegespeeld heeft in het volk. Heeft ze volgens mij ook nog een andere rol gehad? Ja, ik heb nog een andere rol gehad. De eerste keer dat ik boete medewerking van de volk ging, heb ik de eerste keer Matthäus gekregen. En bij de volgende uitvoeringen, dus 5 jaar later, heb ik mij weer opgegeven. En toen word ik weer Matthäus. Dus hij is 2 keer Matthäus gespeeld? Twee keer Matthäus gespeeld. De apostel. De apostel Matthäus. Ja, ja. En toen in een keer, de laatste keer, werd het dan Johannes. En dat was ook wel een andere rol. Maar ja, toen voelde zich toch weer... Weer weg. Tussen de andere apostelen. Ja. Zo ervaren als apostel, dat ze dus Johannes was, dan mocht ze even Jezus zitten. Dat was toch wel een... Iets bijzonders, hè? Dat was toch iets, een meer rol als bijvoorbeeld Matthäus. Ja, want er was, toen was een je mocht dat uitdrukken. Toen moest ze neven Jezus zitten. Dan had ze vorige spelen al gezien, als Johannes bij de rol bij Maria. Dus ik vond dat toch wel indrukwekkend geworden. Dat is een hele eer. Ja, 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 dat vond ik zeer zeker. Koning is nog de andere kant. Voor mij zit de heer Wim. Wim, wie aard was toen? Wie stoel met de Passiespelen begon? Ik heb voor de eerste keer meegedaan in 1960 en toen was hij dus 9 jaar. Een manneke met krolhoor en ja, een engelenkupje zullen we maar zeggen. Dat kent je op de foto ook zien. Je kent die foto dus zien dat Wim bij de Christus samen op de foto mocht. Als 9-jarig menke. Samen met de inmiddels overleden Dree Thijssen, helaas moet ik zeggen. En we waren toch wel heel erg vereerd dat wij worden uitgekozen bij onze lief hier aan de hang gefotografeerd te worden.
Dat was indrukwekkend. Ook net wie Jan zei straks. Misschien moet ik nog wel als anekdote vertellen dat het eigenlijk zo'n beetje min of meer heiligen waren. De apostelen waren min of meer heilig en ons leven hier al zeker. Als je die rol had, want toen was ze bekeken zo in de zin van zo'n beeldje. Als je begrijpt wat ik bedoel. Daarna ben ze dus ook verder gegaan met de passiespelen. Die familie is volgens mij ook heel erg nauw betrokken geweest. Klopt. Bij de passiespelen. Ja. Kan ze daar iets over vertellen? Nou, we kregen toes, en dat was op de Venlose Weg, kregen we de passiespelen met de paplepel ingegeven. Mijn vader, dat is straks al gezegd, was een van de oprichters. Mijn oudste broer was manager van alles en is later bestuurslid geworden, Gerard. Harry heeft nooit met de passiespelen meegedaan, maar Kitty was bijvoorbeeld, mijn zuster, was reizigster. Mijn moeder was van de Nijkrans, daar hebben we ook nog een foto van, dat kunt je dadelijk ook nog even zien. En ik zelf heb diverse rollen gehad in de zin van bij het volk begos. Dan moest ze als klein kanelke bij het volk beginnen. En daarna was ze soldaat, ik ben apostel geweest, ik ben ook Johannes geweest, net wie stoo. Ik heb daarna diverse keren de rol van hofnar van Herodes gespeeld. En ik ben er 90, toen ik dus 40 jaar passiespeler erop had zitten, ben ik ermee gestopt. Even terug te komen op die Nijkrans. Het was in de tijd dat de kostuums worden door de dames van de Nijkrans ontworpen. Ja. En ook zelf helemaal genijd, helemaal gemak. Ja. Dus de mensen die worden niet, die kostuums worden niet gehuurd. Maar die kwamen dus echt in het atelier en die worden, door de dames worden die ontworpen. Ontworpen en gemak. En die dames, dat was onder andere mijn moeder met nog een aantal dames, de foto kunt je nog zien. Ik zal je even vertellen dat mijn moeder, gans links op de foto beneden zit, Annie Wellens, voor degene die die dame nog kennen, en tante zus, wie noemde dat tante? Tante zus Doesborg, Huba Doesborg moet ik zeggen, plus nog twee dames waarvan ik helaas vergeten ben, weer dat zien. Tante Iet, dat heb ik eigenlijk troet willen laten. Maar het was zo dat die dames nou bijvoorbeeld de weverie in Tegelen gingen. Toen hadden we in Tegelen nog de weverie. Restante stof meenomen en door tekeningen op losleten van kaftans, van lange kleier, van de kleier van het Sanhedrin en alles wat erbij huurt. Een heidens karwei, waar ze zeker anderhalf jaar van tevoren aan begosten. Iedere maandagmiddag, ik noem maar een willekeurige dag, was er Nijkrans. Maar ik heb ook wel eens willen vertellen dat de kostuums die dus gemaakt worden van een film, een of andere film, een historische film, van vroeger, van Ben Hur of zo, ik heb er maar eens iets van gehoord, dat ze door iets, de afbeeldingen ook wel bekeken en door de kleier, dat ze dus op een gegeven moment het model door vanaf volgen. Dat hebben ze zeker gedaan. Het was dus niet een kwestie van leg maar op tovel en begin maar te knippen, maar er wordt ook goed gekeken wat bijvoorbeeld in De Mantel, ook zo'n historische film, Ben Hur. Er zijn in de tijd verschillende van die producten, de 10 geboden, zijn verschillende producties uitgebracht, wordt dus gewoon gekeken wordt van ook wie die soldaten erop stonden bijvoorbeeld, wie het volk gekleid was, wie de hoge priesters gekleid waren. Dat wordt allemaal gekopieerd op zijn tegels voor de passiespeulen. Even aanhakend op de kleier van die dames. Wie als apostelen, en ik ben niet alleen van de apostelen, maar ook van Judas, van de andere hoofdrolspelers, daar ging niemand de buur op voordat die dames gecontroleerd hadden of alles goed in orde was. Dat er geen spelden doorstoken, dat er geen horloges op waren, dat er geen brillen op waren, daar controleerden die dames op. En dat was allemaal voordat ze allemaal opgingen nu. Die stonden op de hoek van bij die lampen, rood en groen. En iedereen die daar passeerde, die was even van top tot teen bekeken. Ja. Nou, ik geen zorg even aan, al was het nog zo kaart, geen zorg aan als het liep. Maar ik wil nog even inhaken op die goede en groene lampen. Ja.
Wat bedoelden ze ermee? Iedereen stond te wachten bis dat de op mocht. Dan zongen dus voor het goede leeg. Ja. En wordt het groen, dan wordt ze geacht Hosanna te roepen en op te komen. En dan begon ze op. Oké. Ik wil nog eigenlijk tegen het vroegen, dus ook nog iets leuks misschien voor de mensen die in de tijd naar de passiespelen gingen. Bij de verloochening van Petrus kraaide Dremel de Haan. En de haan, die wordt, ja, of dat nou een echte haan was, dat weet ik dus niet zo precies, maar wie ging dit eigenlijk in zijn werk? De haan, die kraaide precies op tijd en het publiek vond dat altijd een beetje verdacht. Die dachten dat de directie door een bandrecorder had staan of een of ander technisch vernuft. Waardoor de haan precies kraaide op het ogenblik dat Petrus zich verloochende. De haan had ook een eigen tekstboek, had een eigen rol. En de haan had een eigen rood en groen lemke achter de bühne. En dus stonden we altijd als klein jongen, zeker in die tijd dat we dus nog kleine jongen waren, stonden we door te kijken zo van, haha, daar komt een haan. Toen kwam mijn vader. En dan moesten we ons heel keduk haaien. Want een haan die moest goed huurbaar zijn. En als dan later het volk, of althans het publiek, in die tijd nog massaal achter de bühne kwam om te kijken wie het allemaal in elkaar stook, dan wou ze de haan zien en dan kreeg ze pap te zien. En door pap even ja. Ten toneel gehuurd. Dit is de haan. Haha. Groot applaus. Maar de haan, ik speelde nog altijd bij. De haan, wat heeft de haan en de kraaien, wat deed hij ermee te maken? Is dat gezag geworden of is dat geprofeet geworden? Dat weet ik niet. Zal ik dat in de Bijbel staan? Dus ding in, dat Jezus, voordat de haan driemaal zal kraaien, ja, zult gij verloochenen, meneer. Juist. Doe de Bijbel vaster als ik. Dat wil ik straks bijzappen. Ja. Nou, ik denk dat ik moet zeggen dat het plezier er nog altijd is. Ook dit jaar kunt ze weer merken dat in de voorbereidingsfase, die totaal anders is dan de passiespullen die we tot nu toe gewend waren, dat er heel veel plezier is, ondanks alle serieuzigheid en alle ernst die er aan heel bij komt kijken. Maar we hadden achter de bühne ook ontzettend veel lol, ook nog zelfs op de bühne. Alleen het publiek merkte dat niet. De Thijssen, die zat in het regiehok, die merkte dat af en toe wel. En dan moesten we wel merken dat we van de bühne afkwamen, want dit was geen gemakkelijke, laten we maar zo zeggen. Maar misschien is het leuk om te weten dat onder de regie van Har Huus we grote scholen kregen waar brood op loog. Als apostel, ik was toen apostel en we zaten altijd heel plechtig te kijken aan het laatste avondmaal. En op een gegeven ogenblik loegen er tussen die schol met brood, loog tussen het brood, schrik niet, zure bommen. Je kunt je voorstellen, beste mensen, wie die apostelen die een zoer bommen gekeken hebben, want ze mochten niet lachen. Ze moesten door brood pakken, tussen de zoer bommen door. Ja, het was gigantisch plezier en het is allemaal goed afgelopen, dat kan ik u wel vertellen. Ik heb nog eens iets gehuurd. Ik geloof dat die kelk met wien, die dus onder het laatste avondmaal, als die dus de buur opkwam, of ja, onder op het spul kwam, is ook een schet met gebeurd. Kan Guido me iets nog even vertellen? Of? Ja, dat wil ik wel best wel doen. Heel summier. Die kelk die wordt altijd gevuld door de heer Siepkes. Dat is echt wien een uur. Echt wien, dan moet je allemaal even aan drinken. Maar wanneer die kelk voor de eerste keer van Jezus hoed naar Petrus ging, dan zat zich dan die kelk aan de monk. En dan de laatste derde. Dat deed maar of dat te dronk, maar er zat niks meer in. Wist dat we net een keer dat genoeg hadden, in plaats van wien, die de heer Siepkes door, er zijn in. Ik. En toch kreeg iedereen een klein beetje ik in de monk. Dat was het lotje van de avond, maar ook weer. Nou, daar kan ik misschien nog op inhuiken door Petrus, die veel mensen, zeker bij de eieren, bekend als de spin, die koos dus in die eerste portie die uit die kelk kwam, dat was bij hem een flinke sloek, vandaar dat de laatste apostel praktisch niks meer kreeg. Maar op een gegeven ogenblik duurde dat het lang voordat die kelk ronk kwam, en bij de tweede en de derde en de vierde enzovoort, naar de spin,
wordt duidelijk waarom de spin heel weinig had gedronken, want er zat een bij in de wien. En dat had natuurlijk niet meer zin om dan wien te drinken. Dus die kelk die kwam zo ongeveer vol druk met de bij erin. En dat was lachen geblozen, dat kan ik je waar vertellen. En de spin, die had het niet meer. Die had de missen in de wien. Maar dat kost toen ook allemaal, omdat toen merkte het publiek praktisch niks van. Maar tegenwoordig mogen ze er niks meer zeggen, want ze hebben allemaal zo'n apparaatje. Ja. Hè, en het gezicht wat ze doen, kan het publiek nog allemaal huren. Ja. En maar dat was toen niet. Hè, onder het spel wordt er eigenlijk grote flauwekul gemaakt. Nou, dat kost ook omdat de echte sprekende rollen, die dus bijvoorbeeld bij het avondmaal daar zoten, die maakte gebruik van de weerkaatsing van de viever om met zijn stem onder het publiek te komen. Ik vond dit ontzettend gezellig om eens met u over de Tegelse passiespelen in het verleden te vertellen. Maar wie kijkt geen truc naar de halve eeuw op de passiespelen wie ze op dit moment gespeeld waren? Mag ik er wat van zeggen? Ja. Ik kan er nog altijd niet aan wennen. Weet je, tegenwoordig is met die kleier en die steen en de zank. De regisseur zal er wel weten wie dat toch in Israël was. Maar ik persoonlijk, ik ga nog even terug naar vroeger. Dus ik moet even gans omschakelen. Mm-hmm. Dat ik, persoonlijk ken ik nog niet. Ik weet niet wie stuurde voor ding, Wim. Nou, ik heb dus de passiespeulen op het randje van de afgrond meegemaakt. Dat was in de jaren 60, toen het bezoekersaantal druk liep. En de passiespeulen op hoge lasten zoten door de kapping. Toen zoten soms, en dat was niet de ene keer, maar dat was met grote regelmaat, meer mensen op de bühne als publiek onder de kapping. Dat waren zeer, zeer zware tijden, zullen we maar zeggen. En toen hebben in de jaren, begin jaren 70, hebben Theo Thijssen, moet ik zeggen, die was toen weerzitter, samen met mijn broer Gerard Siepkes, die hebben gezegd, we spelen nog één keer, dan gaan we een verkort seizoen, dan willen we zoveel bezoekers hebben, en hebben we die niet, dan, ja, nou, dan sluiten we de tent. En gelukkig is dat seizoen, en dat was geloof ik 73, is er een soort kentering gekomen, dat er weer meer mensen kwamen, er kwam meer publiek. En dat heeft ertoe geleid dat ze vanaf dat ogenblik weer met grote regelmaat om de vijf jaar spelen. Dat heeft er ook toe geleid dat de spelopvatting is veranderd. Het was niet meer het heilige Christusverhaal, maar het wordt gewoon het verhaal van een timmerman met een aantal apostelen, vissers in het algemeen. En dat waren ook geen lieve jongens. En zo wordt dat toen nou goed gebeeld en dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Toen wordt Christus uitgebeeld als een rebel, geloof ik. Ja. Onder andere. Ja. Ja, ja. 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 Vecht van Stralen, waar zijn de Christus, met een zeer rebelse inslag. Ja. Ook goed het speel. Foto, ziet je een luchtfoto van 1950. Het openluchttheater, de Doolhof. Het was echt een openluchttheater. De mensen zaten in de volle zon. Of als het regent of onweerde, in de regen. En het woord op de deur was dat toch vervelend. Het Rode Kruis had het soms ontzettend druk, want in een tijd waren ook hete zomers, dat de mensen flauw vielen van de zonnesteek, of als ze heel naad worden, dat ze onderkoeld raakten. Daar wordt op een gegeven moment toch eens over nagedacht. En dat uiteindelijk is er een overkapping gekomen. Lang niet eerder bedrijf vulde zich geroepen om deze moeilijke constructie te maken. Want er moest een enorme oppervlakte overkappen. Dat moest zo hoog zien dat de mensen die achter in het amfitheater zaten ook nog de tinnen van de tempel konden zien, dus de bovenkant van de tempel. En dat moest dus precies passen, want anders dan had ze mensen zitten die niks zogen, althans deed alles. Het wordt ook een ontzettend dure constructie, want ja, niet iedereen dorst dat aan en niet iedereen had door de middelen voor, maar er waren ze bedrijven, ik ben de naam kwijt, de Duitse firma waren ze het, geloof ik,
Die heeft dat toen spand voor spand opgebouwd. Maar ze waren voor 65 niet klaar. Dus ze hebben toen uitgesteld naar 67. En 67 is eigenlijk het eerste jaar geweest dat de kentering in de kerk ervoor zorgde dat plotseling veel minder bezoek kwam. Dus aan de ene kant hadden de passiespullen zich op hoge financiële lasten gezetten met die verkapping. En aan de andere kant, de inkomstenbron, het publiek, bleef nog achter. En dat heeft er een hoop trammeland gekost, laten we het algemeen zo noemen. Is dat dan ook de gemeente, het jaar geweest dat de gemeente het over heeft genomen? Ik weet niet precies wie... Sorry. Ik weet niet precies wanneer dat geweest is, maar ze hebben nooit gedwongen eigenlijk het theater moeten verkopen. Ja. Om van die opbrengst verder te kunnen leven, laten we het maar zo nemen. Want het aantal bezoekers, ik heb het ergens een buksje mee gehaald, dat is toen drastisch teruggelopen. Ik lees hier even uit Andermans werk, 1960, 154.000 bezoekers. Stel ik het even voor, 154.000. 7 jaar later, in 1967, ineens 60.000 bezoekers. In einde 70, 10.000 bezoekers. In plaats van 154.000. Dat is 114.000 minder, hè? Ja, dat is nogal gek. Ja. En dat is ook het jaar geweest, einde 70, dat wordt gezegd. In 73 doen we nog een keer. En dan moet er een stijgende lijn in het aantal bezoekers zien. Anders dan sluiten we de tent. En wat gebeurt er? 1973, 17.000 bezoekers. 1974, 25.000 bezoekers. En in 1980, 42.000 bezoekers. We wisten als spelers af en toe niet wat er aan het liefhuis, want er zaten ineens weer heel veel mensen onder die verkapping. Ik moet eigenlijk zeggen, want toen die gewoon naar mij, en toen gingen we heel stiekem gingen we achter kijken wie voor mensen dat er zaten. Ja. En toen zagen we, het is weer de moeite weer. Ja, klopt. Dat wordt gezag. Ja. Ja. En zo is de passiespeler toch blijven bestaan. Ja, ja. Even bedanken voor dit leuke gesprek met u. Ik hoop dat de mensen hier ook nog herinneringen, dingen die gebeurd zien, die ze zich nog kunnen herinneren van vroeger. Je ziet bedankt en we zullen zeggen tot ziens. Ja, graag gedaan. Tot kijk. En tot kijken.